Hallo kijkers, leuk dat jullie weer kijken. We zijn op een nieuw stuk. Dit keer geen akker. Dus een stortveldje hier zo. We krijgen heel veel signalen binnen. Maar het eerste muntje is al gevonden. 5 cent, 1955. Ik ben weer met mijn vaste maat Ben. Kijk, daar staat hij. Dag Ben. Hallo. Sven staat daar. Verderop zijn nog een paar kameraden bezig. Dus we gaan even kijken wat voor leuks we hier eruit kunnen halen. Heb je al een signaaltje, Ben? Nou, een enkel signaaltje, maar die verdwijnt dan weer. Oké. Kijk. Nou, goed, ik ga mijn detector ook even opstarten en dan ga ik ook eens even kijken voor een leuk signaaltje. Hey! Nee joh! Meen je niet? Wat is dit? Doodskop lijkt het wel. Nee, zit er een merkje in? Ja. Waar? Hier. Zo! Nee joh! Kun je ze laten zien? Gekkes! Kom eens hier! Gek! Nee! Meen je niet? Ja, zit er. Ja, er zit daar merken in. Zo, die Ben joh! Oh! Wacht, we gaan even kijken. Een gouden ring! Een ring! Er staat een merkje in de binnenkant. Er staat een vuistje en een wapenschild met een sterretje en. Ja, zegeldingen. Die Ben joh, die is niet normaal hoor. Serieus, er staat een merk in de binnenkant. Dat is een kletser hoor, dit. Zo. Moet je even zien, ja. Zie je hem? Ja, hè? Wow, we zijn hier gewoon net een halve minuut, hè? Dikke shit, ouwe. Lijpe shit, man. $750 is 75%, hè? Ja. Dat is 18 karaats of zo dan? Nee. Oh, ring, jongen, dik. Hè? 18 karaats dan of zo, nee. Godkleren. Echt, die Ben, jongen. Nou, dat wordt uit eten. Hij trakteert McDonald's vandaag. Nou, ik heb een musketkogel. Hij zat aardig diep. Is toch een oud stukje dan, hoor, hier. Kijk, pinpointer lengte. Ah. God, maar die Ben, jongen, met zijn gouden ring. Hij is niet normaal. Ik vind het niet te geloven. Het is niet te geloven. Je neemt ze mee, maar... Even kijken hoor. Gaan we er toch ook eventjes uithalen. Oh, hier. Ik zie het al. Kogelhuls.
bodemstempeltje nog te zien. Even kijken. Ja. Dit lijkt. Denk een Duitse patroon. Of een Duitse huls. Ja. Zo, het is raak met de musketkogels vandaag. Maar ik film ze niet allemaal. Dan blijf ik bezig. Maar ik denk dat we een wereldrecord hebben. Hier heb ik een lekker signaaltje. Die gaan we even samen opgraven. Laten we eens kijken. Hij is er nog niet uit. Even kijken waar die zit hoor. Daar ergens. Even mijn mooie schep erbij. Zal die hierin zitten? Nee. Hey, een stukje van een bestek. Ja, een stukje bestek. Dus weer eens wat anders dan een musketkogel. Niet echt versiering erop, geloof ik. Maar in het zakje. En gaan we verder kijken. Oké, we sluiten de dag even af onder deze prachtig bloeiende prunes. Eens kijken hoe mooi. Dus Ben, aan jou het woord, want jij hebt toch echt de primeur van vandaag. Wat ik nou hier heb gevonden. Dit is echt, het is ongelooflijk. Het is prachtig, echt. Ik ben er hartstikke blij. Ik vind het niet normaal. Ik was gelijk klaar voor de maand. Heb jij thuis zitten? Hoeveel karaats is het, Ben? Dus, 18 karaats. Dus ja. Dat is, ja. Moet even kijken. Ja, hartstikke blij mee. Kikken. Ja, daar staat het merkje. 750. Te zuinig. Maar ja, heel weet je. Gaaf. Ik kan een gouden ring hebben, maar het blijft een lelijk ding. Ze zeggen, al draagt een aap een gouden ring. Het is en blijft. Een lelijk ding. Ja. Maar goed, ja. Nou ja. Ik ben liever lelijk met zo'n gouden ring, ja, dat is dan waar, knap ja. Met niks. Ja. Ja. Super dag. Netjes. Toppie. Oké, mensen, het is tijd voor de samenvatting. Nou, jullie zagen net nog eventjes die prachtige gouden ring van Ben. Erg mooi. En hier komen mijn vondsten. Nou, zoals ik al zei, de musketkogels die bleven maar uit de grond komen. Ik heb er in totaal 11 gevonden. En hier de troepjes, zal ik ook even in beeld brengen. Ik heb iemand hier nog een keer een mierennest volgegoten met aluminium. Twee achterkantjes van bestek, een kogelhulsje, een stukje aardewerk nog, zag er ook wel grappig uit. Crackpijpje. 5 cent, 1955. En 2 stukjes sleutel. Nou, dat was een leuk dagje al met al. Ik bedank jullie voor het kijken. Zometeen komt nog eventjes mijn logo in beeld. Daar kan je op drukken en direct abonneren. Want er komen nog veel meer gave avonturen aan. En ik zou zeggen, tot snel.